Vijf. Nou. Duizend. Nee joh. Nee. Vijf. Nee. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuwsgierige Gasten. Ik ben Joost. Ik ben Martijn. En zoals je ziet hebben we hier extreem veel krasloodjes. Nou, we hebben drie verschillende soorten. En de vraag is, met welke kraslot win je het meest? Het is nog steeds corona, dus we hebben ook beperkte middelen. Dus we moeten roeien met de riemen die we hebben. Dus vandaar gaan we vandaag lekker krassen. Maar er zit wel iets heel leuks aan, want met het verdiende geld gaat Niels morgen de straat op om mensen te verrassen. A la gulle gasten, dus zomaar iemands boodschappen afrekenen. Dat soort lijpe dingen. Dus blijf vooral kijken. Nou ja, het zou zomaar kunnen zijn dat wij morgen 25.000 euro aan budget hebben om mensen blij te maken. Of 75.000 euro, want deze flappenkrasser is nog wel eens een keer even de flinke jongen in het rijtje van drie, hè? Dat is wel bizar. De spaarvarkens, dat zijn jouw loodjes. Ja. Deze klavertjes 4, dacht ik dat ze van Niels waren. Wil je meekrassen, Niels? Oh ja. Niels doet de klavertjes. Niels doet de klavertjes 4. Ik kan prima die camera voor je vasthouden, zo. En ik doe de flappenkrassers. Even voor de kijker thuis, die is vast wel benieuwd. Hey, ik zie heel veel krasloten liggen. Ter waarde van hoeveel euro hebben we aan krasloten gekocht? Dit zijn 600 euro aan krasloten. Ja, we hebben 200 stuk spaarvarkens, we hebben 200 aan de klavertjes 4 en de flappenkrasser hebben we 100 stuks van. Speluitleg. Wanneer je drie dezelfde bedragen krast, dan win je dat bedrag. En dan heb je eronder nog een factor. En dat is deze keer 1. Dus dan verdien je 1 keer. Ik heb 3 keer 4 gekrast, dus 1 keer 4 is 4 euro. Ik heb het wel vroeger gespeeld. En, hoe ging dat? Slecht. Gewoon altijd verloren, toch? Soms 2 euro winst. En wat deed je toen met die 2 euro? Meer lood kopen. Jezus, gratis lot! Bam, gratis lot! 2 euro! Bam, gratis lot. Helemaal niks. 4 euro. Hoe gaat het daar? Ja, goed. Donder. Oh, gozer. Ik dacht oprecht echt even dat ik 5.000 euro had, man. Dat heb ik daar gewoon voor doen. Ik ga naar mijn gratis lood ophalen. Het schreeuw in de winkel. Is goed. Ja, lekker voor je. Ja, lekker voor jullie. Ja. Is goed. Is goed. Dit willen we zien. Nee, dat is weer niks. Maar ik geef de hoop een beetje op. Ik schrijf dit nog lang niet af. Ik begin juist steeds meer in te geloven. 15 euro, gast! 5 euro! En helemaal niks. Ik ben uitgekrast. Ben je klaar? Ik ben klaar. We zijn klaar. Dit was voor mij persoonlijk wel een hoogtepunt in mijn carrière. Dat snap ik. We gaan beginnen bij Joost. Ik had 87 euro gewonnen, dus 113 euro verlies. Maar ja, het gaat om de winst, Joost. Jij niet? Ja, nee, het is geen winst, gozer. Dat is geen winst. Je hebt gewonnen. Nee, ik heb 113 euro verloren. Oké, okay, maar we hebben nu hoeveel geld eruit gegeven morgen? Ik heb 87 euro bij elkaar gekrast. En dat heeft me 113 euro in totaal gekost. Daar focus er even niet op. Ik heb van de 200 euro heb ik 54 weten te maken. Woehoe! Nog 18 gratis loten. Oh, dus je hebt nog kans. Ik heb nog kans. Ik heb 66 euro. Nee. En dat betekent dat we bij elkaar... Bij elkaar over 200 euro. Nou, hebben we morgen 200 euro om mensen blij mee te maken. En wat doen we met die gratis loten? Die verloten we aan de kijker. Nee, die ging Niels in. Die ging Niels in bij de appie. Oh, dat ja. Dat wil ik zeker zien. Die raakt in. Jij krijgt alle gratis loten. En juichen. En juichen. Juichen naar binnen. Ja. Hoi, goeiedag. Wij hebben winnende loten die we willen inwisselen. Wat dan? 200 euro. Ah, oké. Okay. Ja, dan kan ik in ieder geval die van mij alvast weer in, hè? Dit is 60 euro als het is. Ja. Dan kun jij ook nog jouw ding dan doen. Dit is ook 50 euro of zo. Ja, we hebben nog gelukkig maar 600 euro ingestopt. Ja. Winning! Nee, het is echt knallend jaar uit. Ja. Ja, dit is een muzieke meevaller. Ik ben benieuwd die er bent, hè? Ik ga de nieuwe loten die ik krijg, die ga ik natuurlijk hier wel even krassen. Cool, laat mij er ook bij doen dan. Gaan we meteen even kijken of... Ja, dit is leuk. Toch? Ah, jammer. Niks. Ah, jammer. Jammer, niks. Niks. Nou, de allerlaatste. Zal dit hem dan worden? Oh, jongens. Zou dit hem dan worden? Ja! Ja! 25.000 euro! 25.000 euro! Pak geen fucking rap! Ja, la la la! Wat wil jij? Echt jongen, kijk dan!
Ja! Nou, deze kan ik hier niet inwisselen, toch? Je moet ergens anders. Nou ja. Yes! Bedankt voor het tellen, dames. 25.000 euro. Ja, 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 nee. Eigenlijk, heel eerlijk zijn. Niet als ik alsjeblieft normaal doen. Wat? Met je 25.000 euro. Gast, het is 10 euro. Ik heb wel echt 10 euro gewonnen. Zal ik die weer even inwisselen? Sorry, ik heb een buik gemaakt. Ik heb meer nog gekregen. Ja? Ik heb die 10 euro inwisselen. Misschien is meer, hè? Oh, ik heb iets. Oeh. 1. 2 euro, bam, 12 euro, vloekatatoe. Ik heb dan toch nog wel een goede score. Gewoon 12 euro erbij, is 68 euro, pik. 68 euro! Oké, okay, gaan we inwisselen. Ik heb een foutje gemaakt. Het was helemaal geen 25.000 euro. Maar het was 12 euro. Yes, dankjewel. Nou, onderhand is het al nieuwjaar. Maar bedankt, hè. Beste wensen, joe. En nu? Ja, ik dacht, ik ga gewoon even bij iemand een Albert Heijn zijn boodschap betalen. Dat lijkt me nou echt leuk. Heel goed. Oké, nou dan ga ik wel even naar een dakloos of zo. Vind ik ook wel leuk. Ja, goeie. Ken je er een paar? Joost. Nee, geen idee. Ik denk Vondelpark. Ik weet niet met deze temperaturen of ze... Nee, inderdaad, want ze kunnen ook gewoon thuis zitten. Leger zelfs. Je weet dat... Ik weet niet of ze buiten zijn op deze temperatuur. Je weet dat ze allemaal gewoon een plek hebben in Nederland. Ja, 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 echt allemaal. Leger zelfs. Ja, ja, dan kunnen ze allemaal terug. Dan kunnen ze in principe allemaal terug. Nee, dan kunnen ze niet allemaal terug. Nee? Nee. Zullen we gewoon mensen gaan blij maken? Meneer, heeft u een huis? Heeft u onderdak vanavond? Oh, do you have a home? You don't have a home? No? Ah, oké. Okay. This is for tonight. Thank you. It's happy new year. It's for you. And this. You can have it all. Yeah? Have best wishes. Be safe. Yeah. Maar hij had hij een huis? Nee. Je hebt gevraagd, heb je een huis? Ja, ik heb het gevraagd, maar hij sprak ook geen Nederlands. En hoe voelt dat? Huh? Zoals elke dag? Ja. Ik geef altijd heel veel. Ja. En nu ga jij echt iets bijzonders doen. Nu ga ik echt iets, ja. Dit doe ik normaal gesproken echt nooit. Je hebt 10 euro betalen. Echt nooit. Ik wil de boodschappen. Of, 60. Oh, 60. Hoeveel heb ik? Dat klopt. Oké, nou, ik ga boodschappen betalen. Kost dat? Kijk hè. Is het genoeg? Het is voor jou. Nee, ik betaal met liefde die boodschappen. Wacht even, waar wil je zitten? Nee, gewoon. Heel aardig hoor, daar niet van. Ik dacht, doe eens geks. En ik zag een leuk bedrag staan. Ik dacht, nou, die betaal ik even. Maar dat is wel behoorlijk. Ja, dat is helemaal oké, schat. Witte geld ook voor jou. Alsjeblieft. Fijne feestdagen. Ja, ik heb nog 15 euro over. Het is net zo'n kutbedrag. Dat het ook net lullig is als je iemand 15 euro geeft. Dus ik kan een beetje iets leuks voor kopen. Een flesje bubbels. En dat dan in iemand geeft. Houdt u van kava? Van kava? Ja? Wat is dat? Dat is een... wij met een beetje bubbels. Is het wel lekker? Nee. Nee? Maakt u jullie blij mee? Nee. Oké, dat kan. Gaan jullie blij maken met een flesje kava? Toch? Ja. Voor de jaarwisselingen. Ja, kijk eens. Alsjeblieft. Maak er een feestje van. Ja, dank je. Alsjeblieft. Nou, nog eentje. Niels, dat je mijn favoriete collega bent, deze is voor jou. Laat Joost het niet horen. Hey, dankjewel man. Ja, alsjeblieft. Nou, het is jammer dat je reactie nu niet ziet. Nee. Maar die is echt priceless. Ik ben ongelooflijk blij. Nou, laat eens even zien hoe blij je mee bent. Blij. Ik heb mijn 68 euro weggegeven aan een dakloze meneer. Ik weet niet wat hij ermee gaat doen. Misschien wel een biertje of drugs van halen. Maar weet je wat? Misschien wel een lekker flesje. Zelfs dat gun ik hem. Zo, nu in het uiteinde. Toch? Ja, dat is helemaal goed. Ik heb nog 87 euro over. Ik heb die andere lood ook nog gekrast, die gratis loodjes. Ja, daar heb ik niks meer mee gewonnen. Dus bij 87 euro gebleven. Ik wil het weggeven aan de voedselbank. Maar ik ga het niet doen. Oh. Ik ga het doen. Oh nee, zo klonk het. Ik wil het weggeven aan de voedselbank, maar ik ga het niet doen. Nee, ik ga het weggeven aan de voedselbank. Er zijn er genoeg mensen die hun eigen boodschap kunnen betalen, maar een hele hoop ook niet. Nou, waar wacht je op? Dus ik ga het daaraan doneren. Ja,
Tot volgende week. Oh, nee. Nee. Oh, je wilt het zien? Ja, we willen het wel zien. Anders geloven we het niet. Nou, kom gezellig mee. Anders geloven we het niet. Gaan we nu naar het Vondse Bank. Wilde jij dat in de comments zetten? Ja, ik heb het echt gebracht. Nee. Jij wilt heel graag zeggen. Wat ga je met die 87 euro doen? Ik ga doneren. Ja, nee, dat willen we zien. Nou, kom mee dan. Martijn, anders geloof ik niet. Ik dacht dat je geen tijd had. Kom mee dan. Ik heb weinig tijd, maar je kan het vloggen. Ik wil zo dit zien. Is goed, jongens. Ik doneer het.